Maar hij heeft beweegt, dan gooi je als een gek naar weer. Hij is aan. Nou, pak hem maar vast in die kant. Ja, maar verder heb ik echt wel een stukje overboord. Goedendag dames en heren en welkom weer. Nou, voor jullie zien, voor ons zien wij in slagewagen en daarvoor rijdt de hartslaar. Dit is een perceel wat ik gekocht heb, omdat we wat mais tekort hadden. Onze eigen mais is niet goed opgekomen en is door de vorige eigenaar no-till gezaaid. No-till wil zeggen zonder grondbewerking en op zich wil dat prima, alleen na het zaaien is er nogal veel regen gekomen. En met de grond die los is, kan het water nergens toe. Behalve in de slurfjes wat zaad zit, dus heel veel zaad is verrot. En dat is een beetje het probleem. Nou ja, wij zijn hier nu met nogal aardig wat stormschade hier, zie ik. Ze hebben aardig opruiming gehouden. En dan is even de vraag, wat gaan zij doen? Komt hij nog eerst uit die molen uit? Ja, geloof het wel. Maar eerst even kletsen. Ja, let maar even niet op dat gebliep. Ik heb de gordel niet om. Het is nogal een stukje van ons, bij ons vandaan. Dit is denk ik een kilometer of 10. En we blijken een vierwiel drive op de auto heb. Dus voor mij rijdt nou een boer met een nog wel een vrij grote meststrooier. Nou ja, dat wil natuurlijk ook wel mais in. Ik ga ervan uit dat hij een beetje schoon is. Maar ze hadden hem volgens mij ook al gebruikt. Dus de meeste stront zal er wel uit wezen. Dus hier zie je dus aan de mais. En die mais was eigenlijk 2 weken geleden al klaar. Alleen toen had ik nog niet zo ver. En toen kwam natuurlijk die klotenstorm. Er ligt wel wat plat. Maar zolang ze dingen ja, gaat nog redelijk. Maar ik moet nou gaan, want het is 2:10, en om 2:30 zijn de kinderen vrij. Ik moet nog een stukje rijden natuurlijk. Maar de hakselen, dat kennen jullie allemaal wel. Als jullie nog meer maishakselen willen zien, dan zou ik zeggen, ga even naar de kanaal van de Heren van Nacht. Maar hij zit hier toch wel redelijk plat. En is vrij droog. Het had er eigenlijk al veel eerder af gemoeten. Maar het, ja, kijk, daar is nou net. Het is wat het is, jongens. Daar heb je gewoon meer van doen. Je hoort de hakselaar wel. Het heeft niet veel achter, dat is wel mooi. En de mais is eigenlijk wel klaar eigenlijk om te dorsen. Het hangt er allemaal op de kop aan. Lijkt me goed, alleen jammer van die bovenste kap.
expertise. Mother wet. Nou, zoals je net gezien hebt, zijn wij dus een mais in Keulen. Ik heb mais bijgekocht voor minder geld dan wat de Nederland kosting wordt. En omgerekend zo'n 1500 euro per hectare. Dat is gewoon een nette prijs. Is natuurlijk gewoon een nette prijs. Ik heb gehoord de prijzen in Nederland 3.000, 4.000 euro per hectare per regende mais. Gek een huis, jongens. Hoe ga je daar ooit geld op verdienen? Maar je moet wat, hè? Je hebt voer nodig. Nou ja, we zijn er al mee bezig. Je zag ons in het begin van de video, zag je mevrouw dus Davy Farmer en mijzelf bezig met plastic in de banden. We hebben dat schuurtjes ingestort, erin gezien. En daar hebben wij nou weer een slurpsilo van gebouwd. In de dichte bekant. Nou ja, en nou zijn we dus bezig met de mais. En je zag mij ook een beetje trekken met mijn been. Dat komt. We waren gisteren bezig om de dubbele lucht aan het trekken te maken. Ik wilde de dubbele lucht aan hebben. Voor had ik ook van zomer al een keer gewild. Maar ja, ik heb wel eens verteld, ik moest een bandenboer hebben. Om de banden om te zetten. De oude achterbanden van de Nieuwe Holland zitten nu op de dubbele lucht. En ik hoop dat ik niet meer zie voor de zon. Zitten nou op de dubbele lucht. Nou ja, verder was ik er nog niet helemaal aan toegekomen. Dus hebben we dat gisteren gedaan. En dan moest ik net vlak voor het melken. En toen lette ik even niet goed op. En toen viel ik van het trapje van de trekker. De trekker stond natuurlijk op een blok. Dus de trekker stond iets hoger. En naast de trap van de trekker, daar zat een gat. En daar had ik niet gezien. En toen verspikte ik mijn enkel. En daar kan ik je melden dat het vrij pijnlijk is. Onze melker is er nu wel. Maar het is hier goed 5 uur, smiddags. Die was er dit weekend niet, dus die kon ook niet melken, die kon niet komen. Dus mevrouw dus de farmer, die heeft mij geholpen met melken, gelukkig. En ze heeft er eigenlijk helemaal geen tijd voor om mee te helpen, maar ze is veel te druk eigenlijk. We hebben natuurlijk een vrij groot huis, we zijn nog steeds maar aan het inhuizen. En we hebben natuurlijk 4 kleine kinderen, die hebben ook heel veel aandacht nodig. Maar ze helpt mij gewoon en nou ja, het is gewoon ronduit geweldig. Als je boer bent heb je altijd wat hulp nodig. Misschien niet eens zo heel veel, maar wel wat. En in Nederland had ik natuurlijk hulp van Henk en van Maarten en van Jasper. Maar ja, die zijn niet meer geëmigreerd. En dat is ook logisch. Dat zou ik ook niet doen. Maar nou ja, soms heb je hulp nodig en mevrouw Des Derivam die helpt mij gewoon. Die zegt gewoon, ik help jou gewoon klaar. En ze heeft een verschrikkelijke hekel aan melken. Maar ze hebben haar toch geholpen gisteren. En vanmorgen. En nou ja. Dus goddank heb ik zo'n geweldige vrouw getroffen. Ik moet even opletten jongens, want ik wil niet graag in de lagoon. Nou ja, goed. Nou is mij. Heb ik nog meer over te vertellen? Nee. Wat jullie net wel gezien hebben, was natuurlijk een één goede trekker in de hele video. Geweldige ding. Hè? Maar die man een beetje meer op gaspedaal moet gaan staan. Maar er zit een geluidige ding, jongen. Bah, ik kan die hele vent niet ingaan. Maar goed. Mij is verder maar ter oren gekomen. En wat mij ter oren is gekomen is het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Dat wist ik al dat het ging komen. En het is vooral natuurlijk interessant voor de mensen die er in het park gaan vallen. Dan gaat het ligt in Overijssel. En dat moet groot worden, 60.000 hectare. En dat is natuurlijk logisch dat daar dan ook landbouwgrond in gaat vallen. Ja. En boerderijen in gaan vallen. En men zegt nu, ja, het heeft geen beperkingen op boerderijen. Ja, ja. Ja, ja, dames en heren. Daar geloof je zich zelf niet. Want, dat gaat op een gegeven moment gaat dat ze een weerslag krijgen. Kijk, nou zitten jullie een beetje in de schaduw. Dat is weer.
Dan gaat op een gegeven moment natuurlijk zijn weerslag krijgen. Daar kun je op wachten. Als er zo'n park ligt, als er zo'n claim ligt op je grond, op je boerderij, dan wordt dat nooit minder. En ik kan dan wel zeggen van ja, maar je hoeft eigenlijk niks te passen, je kunt gewoon doorboeren. Ik ben er bang voor of dat daadwerkelijk wel zo is. Dat betekent natuurlijk ook wel voor ons oude bedrijf en voor ons nieuwe, voor een nieuwe eigenaar. Dat betekent ook voor mijn oud-buren. En alle andere boeren die erin liggen. En ze zeggen, ja, het heeft heel veel voordelen voor de mensen die in het gebied wonen. Maar die kunnen daar mooi lekker rondfietsen. Maar het idee is natuurlijk een recreatie. En er komt natuurlijk een bak subsidie naartoe. En zo gauw als de subsidiepotjes open gaan, dames en heren, dan zijn vooral de natuurorganisaties staan ze kippen bij. Ik heb eigenlijk maar één advies. En dat is eigenlijk voor iedereen die hier naar kijkt. Wil je nou dat het landschap blijft bestaan met boeren erin, die het landschap ook daadwerkelijk onderhouden, dan moet je zorgen met elkaar dat dat hele plan van tafel gaat. Ik heb net een artikel gelezen en ik weet niet of het gepubliceerd wordt. Dat is een heel bar verhaal en er zitten 18 organisaties bij om dit plan uit te werken. En men schuift eigenlijk alle verantwoordelijkheid van de een naar de ander. Het welbekende kastje en muur. Dat klinkt al niet goed. Mocht er nou zo'n park komen, we hebben natuurlijk in het verleden bij de Natura 2000 gebieden gekregen. En daar zijn ze in het begin ook van oh, heb je als boer zijn er niet zo heel veel last van. Maar daar zijn we met elkaar nu wel achter, denk ik. Je moet dit ten allen tijde voorkomen. Dus wat ik zou willen aanraden, de meeste mensen die hier kijken zijn boeren. Nou, je hebt ook wat plattelandsbewoners, boeren, burgers en buitenlui als kijkers. Wat ik zou aanraden is, zorg ervoor dat het van tafel komt. En hoe doe je nou zoiets? Kom in contact met je LTO. Met politieke partijen. Zorg ervoor dat het weg wordt gestemd. Maar als er een keer is, als dat park er een keer is, en dan kunnen ze nu wel zeggen, ja, het heeft weinig effect op boer, maar als het park er een keer is, en die claim ligt op die grond, dan wordt het vanzelf wel moeilijker. Zorg ervoor dat je met elkaar achter het stuur blijft zitten, dat je meer praat, dat je erbij bent, en zorg ervoor dat je zoveel mogelijk mensen aan je kant krijgt, politieke partijen en dergelijke. En dat moet natuurlijk ook zaken zijn natuurlijk bij de boergezinde partijen. En dat is natuurlijk bijvoorbeeld de SGP en de CDA. Bij de rode rakkers hoef je niet te wezen. Je hoeft niet bij GroenLinks te wezen, je hoeft niet bij de SP te wezen. En je hoeft niet bij de PvdA te wezen, maar ook niet bij de ChristenUnie. Maar de ChristenUnie is nog linkser dan GroenLinks. Maar zorg ervoor jongens dat het van tafel afkomt, maar het komt niet goed. Het komt niet goed, ik heb er ontzettend veel zorgen over. Niet dat mij dat nou heel veel uitmaakt, maar wij zitten nu hier in Canada. Maar de kans is gewoon groot dat in het park de Salonse Hulverrug, en als je erin zit, dat zeg ik 60.000 talen, rol onder andere dus de gemeente Wieren valt daarin. Dan wordt je boeren gewoon onmogelijk gemaakt en dan wordt het totale landschap wordt aangepast. En je moet je afvragen met elkaar of je dat wilt. Maar dat gaat gebeuren. 100%. Dus. Loop het vuur uit de sloffen, jongens. Want je bent als boer zijnde in dat park. Ben je gewoon gedoemd om te verdwijnen. Ik meen het. Ik meen het serieus. En laten we wel eens natuurlijk, voor het stikstof gebeuren komt de GGA, de gebiedsgerichte aanpak. Niemand weet hoe dat er nou uit komt te zien. Wat ik wel weet, is dat ook dat niet makkelijk gaat zijn.
Wat jullie weten is dat wij in Nederland hadden wij natuurlijk een boerderijwinkel. En hadden wij als klant een vrij hoge pief uit de provincie. Ik ga zijn naam niet noemen. En hij vertelde mij dat als je wil boeren in Nederland en je wilt niet en je zit een kilometer van een Natura 2000 gebied af, maak dat je weg kunt. Zeker letterlijk. En hij zei ook bijvoorbeeld, zit je nou 5 kilometer van Natura 2000 gebied af en je wilt niet natuur inclusief boeren, maak dat je weg kunt. Dus, en nou ja, wij waren toen al bezig ons een klein beetje te oriënteren op immigratie. We zijn toen natuurlijk nog in Denemarken. Maar ik ben wel blij dat wij uiteindelijk vertrokken zijn. We zijn natuurlijk vertrokken om te boeren, om een goed leven te hebben als boer. En dat lukt hier prima hoor. Het heeft privé heeft er nog wel wat zijn weerslag natuurlijk. Vooral onze dochter Julia, die heeft er erg moeilijk mee en daardoor wij ook. Mevrouw dus Derivame en ikzelf. Maar als je dan verder kijkt naar wat er verder nog in het leven is, is het natuurlijk meer in het leven dan alleen boeren. Ik was, waar wij vandaan komen, dan was ik natuurlijk de vierde generatie. Het is niet makkelijk om daar te vertrekken, zeg ik je bij de eerste erbij. Dat is gewoon zo. Dat is hartstikke moeilijk. En als je dan hier bezig bent en je hebt dan een dag te smoor erin, wat voorkomt. En dan je dochter is hartstikke verdrietig en daardoor jijzelf en je vrouw ook. Dan denk je bij jezelf, in vredesnaam, wat doe ik hier? En dan sta je koeien te melden en denk je, ja, dat boeren, dat is ook iets zalig maken. En dat is ook zo, dat is ook iets zalig maken. Uiteindelijk is het gewoon werk. Ik vind het mooiste werk van de wereld, maar het is niet zalig maken. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen aan de hand. Ik heb gewoon nog de app van de krant op mijn telefoon en die lees ik iedere ochtend. Kijk, blader ik er even digitaal door. En als je dan leest over energiearmoede en dergelijke. Gezinnen die niet weten hoe ze rond moeten gaan komen aankomende winter als het koud wordt. Bakkerijen en slagerijen. Ik las over een bakkerij die ging van energiekosten 30.000 euro per jaar naar ruim 300.000 euro per jaar. En die stopte mee. Maar het is gewoon niet meer op te brengen. Een regering die gewoon helemaal niets doet. Niets. Niks. Ze doen niks. En dat geldt voor de energie, maar dat geldt natuurlijk ook voor de stikstof gebeuren. Vandaag is het 4 oktober. 3 jaar geleden stonden we met z'n allen op Malieveld op 1 oktober. En er is geen fluit veranderd, helemaal niks. Ik zeg niet dat je met elkaar de straat moet gaan demonstreren. Ik zeg niet dat. Maar ik snap heel gezegd niet dat er niet meer gedemonstreerd wordt. En niet alleen door boeren, maar ook door burgers. Ik snap het werkelijk niet. Ik kan er met mijn pet niet bij. Het gaat in Nederland gaat het falie kant de verkeerde kant op. En we geven naar de oorlog in Oekraïne geven ze dan de schuld. En dat is onzin. Die energieprijzen gingen al omhoog voor die oorlog. Het is ook niet onze oorlog, dat noemt men dan zo. De premier en mevrouw Kaag net zo, het is onze oorlog. Nee, het is onze oorlog niet. De Oekraïne zit niet in de EU. De Oekraïne zit niet in de NAVO. Het is niet onze oorlog. Betekent dat hij Poetin zomaar zijn gang moet laten gaan? Nee, natuurlijk niet. Maar die moet wel oppassen dat je zelf niet hachje erbij schiet. En dat gebeurt dus nu. En de gemiddelde Nederlander zit zometeen, Jan met de korte achternaam, zit zometeen in de kou. En die kan zometeen geen eten en kleding meer kopen voor zijn kinderen en voor zichzelf. En kan zijn huis niet meer verwarmen, kan niet meer douchen, kan niet meer koken.
omdat de energie zo duur is. Dit gaat gewoon vaarlijk aan de verkeerde kant op. Nou, het is een beetje, ik ga ook een beetje een luchtige video willen maken, hè, met Jochem Weishaks en dergelijke. Maar ja, dit speelt nog een beetje. En dit speelt een beetje. Dit speelt. En ik had gisteren, als ik met iemand aan de telefoon en we met elkaar uitgebreid over gesproken, vooral over de hele natuurpark Zallandse Heuvelrug. Het is een raar verhaal. Het is gewoon een raar verhaal. Er is wat aparts aan de hand en ik ben totaal niet van de hoe heet die dingen nou? Complottheorieën. Maar wel heel veel van die complottheorieën komen wel uit. En ik zie mezelf als een nuchtere tukker. En ik hou ook wel van een grapje, zeker weten. Maar dit is niet leuk meer. En ik weet eerlijk gezegd niet. Kijk, dat zeg ik, wij zitten hier uiteindelijk. Wij redden ons wel. Maar er zijn mensen zometeen in Nederland die zich niet meer redden. En dat is een groot, groot, groot probleem. Ja, ik weet al niet goed meer wat ik erover zeggen moet. Het is een onvoorstelbare puinhoop, maar ik wil niet te vertellen, maar jullie maken er dagelijks mee. Maar nee, ik weet het niet. Dat is zover een luchtige video. Echt niet. Ik heb er zoveel meer te vertellen dan normaal en weet ik allemaal niet meer. Maar goed. Ik kom maar weer een andere video. Ik word weer een bitch om te ondertitelen natuurlijk. Nou ja. Ik hou ermee op. Dus ik zou zeggen, like, reageer en abonneer voor meer. Volg mij op Facebook en Instagram. En let's not only make farming great again. Laten we alles weer great maken. En daar zijn we met elkaar bij. Daar ben je met elkaar bij, jongens.